Dag beste voetbalfanaten, welkom bij de loting van de kwart en halve finale van de Crocky Cup. We zijn hier in het prachtige Game State in Antwerpen met Mo Messouri. Ooit vroeg je Jonas de Roek hoe hij een kip zou marineren. Vandaag ben je mijn onschuldige hand bij deze loting. Het kan snel veranderen, dus het kan snel keren, maar bedankt voor de uitnodiging. Ja, dat is heel graag gedaan. We hebben een fragment gezien van Anderlecht tegen Sonnaar in de beker. Wat vond jij van de wedstrijd? Het was een intense wedstrijd, zoals zo vaak in de Classico. Maar ik zag vooral een Struikers die de laatste weken heel goed in vorm is en gisteren weer beslissend was. Dus ja, uiteindelijk het Anderlecht verdient door naar de volgende ronde. Was het een hele mooie goal of was het vooral zwak verdedigd? Ik kijk vooral naar de mooiheid of de schoonheid van een doelpunt. Eerder dan het slechte verdedigd, het was vooral een heel mooi doelpunt van Struikers. Ja, het was een van 8 mooie wedstrijden in die 16e finales van de Beker van België. We gaan de resultaten er nog eens bij halen en overlopen met jullie. Kortrijk verloor van RWDM met 0-1 en dat zorgde een beetje misschien wel voor het ontslag van Glenn de Boek. Knokke ja, dwong Leuven tot penalties, deden ze ook al bij Mechelen, toen wonnen ze, nu verloren ze van Leuven. Oostende, de giant killer mogen we wel zeggen, 3-1 tegen Genk. Nou, waarschijnlijk. Ze doen het heel, heel slecht of heel matig in 1B, in de Proximus League. Dus het is toch wel straf dat ze twee eerste klassers uitschakelen. Eerst Eupen, maar nu vooral Genk toch wel een enorme verrassing. Ja, Gent won op het kunstgras van Sint-Truiden met 0-1. Antwerp maakte het zichzelf heel erg moeilijk, maar Gilles Mbiebea was te laat aangekomen. Na zijn aankomst hebben ze er dan 5 in het mandje gelegd. 5-2 tegen Sporting Charleroi. Club Brugge, ja, zij gaan vlot door die beker. 4-0 tegen Zulte Waregem. SK Beveren verloor van een eerste klasser, Union Saint-Gilloise. En Anderlecht stond daar, werd dus 2-0. 8 kwartfinalisten betekent dat. 7 eerste klassers, 1 tweede klasser, om het zo te zeggen. 8 ploegen dus nog met zicht op die beker met de grote oren. Jij hebt hem ooit gewonnen, in 2005. Ja, jij was toen 10 jaar, vertelde je net. Het is al heel lang geleden, 2005 inderdaad, tegen Club Brugge, tegen een heel sterk Club Brugge. Ik herinner me dat we een paar weken ervoor 6-0 verloren in de competitie. En hier zien we het doelpunt van Karel Snoeks nog. Ja, jij was toen 21, ook heel jong, op nummer 10 positie toen. Prachtige namen, hè? Ik heb het nog eens bekeken. PG Montaigne, Hoefkes, Cavens, bij jullie bij Club Brugge ook. Balaban, Verheijen, Simons, Lange, noem maar op. Het was een bijzonder mooie partij. Ja, ik zeg het, waren echt wel de underdog. Hier dan nog met Mark Dreijs als coach ook voor zonder sjaal. Zonder sjaal, het was ook 28 graden. Dus dat was niet echt nodig om een sjaal aan te doen. Maar ja, we waren echt wel de underdog. En het was vooral de teamgeest toen dat ons over de streep heeft getrokken. En ik was toen ook een stuk lichter qua gewicht. Dus dat zijn mooie herinneringen. En ik heb er nog één gespeeld, maar jammer genoeg verloren. Ja, kom daar eens kort op terug. Ja, het was eigenlijk een heel mooi parcours met Kortrijk. We speelden dat jaar ook play-off 1. Dus dat was al een mooie prestatie. En daarbovenop nog eens de bekerfinale mogen spelen. In de eerste finale in de geschiedenis van KV Kortrijk. Maar wel verloren tegen Loken, dat toen wel iets matuurder was. We speelden tegen 10 man van Loken en verloren die wedstrijd helemaal op het einde. Ja, goed, we gaan door naar de loting. Daarom zijn we hier vandaag. Ben jij een gamer, Mo? Nee, echt niet. Echt niet. Dus ik hou mijn hart vast dat dit hier allemaal goed loopt. Maar ja. We hebben het al een paar keer getest. Dus, we hebben hier dus een grijpmachine waar de balletjes in zitten. Dus geen menselijke hand deze keer om de balletjes te trekken. Maar jij gaat het bedienen. Er gaat een balletje uitvallen. Jij gaat dat tonen. En dat is dan de eerste kwartfinalist. De tweede, de derde, de vierde. We loten ook zo ineens de halve finale. Omdat we eigenlijk aan de hand van het schema al kunnen zien wie in welke halve finale terecht gaan komen. Belangrijk, competitiemanager Thibaut de Gent van de RBFA is hier ook vandaag om alles te bekijken of het in goede banen geleid wordt. En dan zou ik zeggen, begin er maar aan. Hier ligt een muntje, zoals echt in een arcade. Yes. Het eerste balletje mag je proberen te grijpen. Ik hoop dat dat vlot gaat. Het is met een bijpassend muziekje. Daar is het eerste balletje al. Dat is 1-op-1 success rate. Dat is goed, Mo. Eens hopen doen. Benieuwd. Voilà. Wie wordt de eerste kwartfinalist? Dit aan jou geven. Dat mag je aan mij geven. En dan mag je het aan de camera tonen. Wie de allereerste kwartfinalist wordt. A-agent.
Dat is een zeer mooie naam om mee te beginnen. Heel belangrijk ook, zij zijn de eerste kwartfinalist van kwartfinale 1. Dat betekent dat zij thuis spelen in die ene wedstrijd in de kwartfinale. Maar het is ook sowieso, als zij doorstoten in die halve finale, de eerste, de heenmatch, om het zo te zeggen, thuis spelen. Goed. Dat is wel een voordeel natuurlijk, als ze de eerste wedstrijd nu direct thuis kunnen spelen. Een halve finale met twee wedstrijden. Maakt dat nu minder uit, denk ik, met het thuis- en uitdoelpunt die extra voordeel kan opleveren. Ja, goed. De volgende. Yes! De tweede van kwartfinale 1, om het zo te zeggen. Eerst even roeren. Oei, deze ga ik niet moeten doen. Is het niet gelukt, nog een muntje nodig? Volgende. De tweede. Ik ga geven. Speelt. Dankjewel. Ja, Club Brugge. Club Brugge. Dat is de slag om Vlaanderen, zoals ze het zeggen, in de kwartfinale meteen. Dat is een stevige klepper om mee te beginnen. Ja, zeker en vast. Direct een enorme topper in de kwartfinale, eerste kwartfinale. Ja, voor Club Brugge is het al geleden sinds 2015 dat ze hem hebben kunnen winnen. Dit wordt een hele zware horde. Goed, kwartfinale 1 is bekend. Gent tegen Club Brugge. Door naar de tweede. Je mag eens door de ballen rollen, inderdaad. Vind je het leuk, Mo? Ja, enorm. Enorm leuk. Maar ik heb een nieuw muntje. Je zit er weer naast. Ja. Kan gebeuren. Voilà. Nu hebben we beet. Yes. Derde kwartfinalist. Het zijn stevige balletjes. Ja. Dankjewel. Ook weer een thuiswedstrijd. Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise speelt dus zijn kwartfinale in het eigen Dudepark. Ja. Dat is ook belangrijk, dat is altijd een voordeel. We gaan meteen kijken tegen wie zij uitkomen. De laatste beker van Union dateert al van 1914. Dat is dus meer dan 100 jaar geleden. Het wordt misschien eens tijd om er daar een nieuwe bij te zetten. De tegenstander van Union gaan we zo meteen te weten komen. Oh, hij maakt zelfs geluid als, als er een balletje naar beneden valt. Alsjeblieft, thuis. Dankjewel. Anderlecht. Union Anderlecht. Een Brusselse derby liever in de kwartfinale. Ze hebben het daar moeilijk, Anderlecht. Op Union en thuis ook altijd tegen Union. Ja, ik denk dat ze de laatste 8 wedstrijden, 7 wedstrijden niet meer hebben gewonnen. Dus misschien dat dit in de beker wel lukt, maar in ieder geval weer een mooie affiche. Ja, een hele mooie affiche. Dat betekent dus wel, Union of Anderlecht, als zij doorstoten, dat zij sowieso hun heenmatch in de halve finale uitspelen. Ja. Maar op zich, de halve finale ziet er sowieso ook al heel erg mooi uit. Zeker. Goed, verder naar de derde kwartfinale. Wie blijft er nog over? Dat is OH Leuven, RWDM. Antwerpen blijft ook nog over en KVO, de Giant Killer, dat al Eupen en Genk kon verslagen in deze Crocky Cup. Van de eerste keer weer goed, Mo. Ja. Dankjewel. KVO Stende. KVO Stende krijgt aan het zeetje een thuiswedstrijd. Dat is al belangrijk. Dat is al een voordeel als je tegen zo'n eerste klasser moet uitkomen. We zullen zien. Wie moet er naar Oostende? Oeh, net niet. Keertje opnieuw. Deze keer wel. Nu heb je hem. Yes! Voilà. Wie wordt de tegenstander van Oostende? RWD Molenbeek. Dat is op papier de meest haalbare kaart van de ploegen die nog overbleven. Ja. Misschien wel. Leuven misschien ook. Antwerpen is moeilijker geweest. Dus wie weet. Een volgende stunt aan het zeetje. Oostende zou dus ook de heenwedstrijd van die halve finale thuis spelen. Ja. Goed, we hebben nog twee namen.
In principe zouden dat Antwerp en OH Leuven moeten zijn. Dat zou niet fout mogen lopen. Antwerp vorig seizoen de beker gewonnen. We willen dat dus verdedigen. Dat is altijd moeilijk. We hebben wel niet veel muntjes meer over, nee, Moor. Nog eentje, dus nu twee keer goed gaan. Nu twee keer goed gaan. Yes. Ja. Blijft die erin? Jawel. Nu gaat het vooral om dat thuisvoordeel. In die ene wedstrijd in de kwartfinale. En wie wordt dat? OH Leuven. OH Leuven, dat betekent dus dat zij die kwartfinale thuis zullen spelen tegen Antwerp. Eén muntje nog, ja. Eén balletje nog. En dat zou dus Antwerp moeten zijn, hè? Yes. Goed. Laatste balletje. Ja. Alsjeblieft, Thijs. Dankjewel. Ja. Royal Antwerp FC. Voilà. Dat is het. Royal Antwerp FC moet dus naar Leuven in die vierde kwartfinale. Ook die halve finale geen thuiswedstrijd aan het begin. Dat delen we nog even mee. Ik zou zeggen, Mo, ja, kijk eens naar de wedstrijden die we hebben. Naar welke wedstrijd kijk jij het meeste uit? Goh, ik zie vooral twee enorme topaffiches. Gent-Brugge en Union tegen Anderlecht. Aan de andere kant heb je vooral Antwerpen dat toch wel de grote favoriet is om tot in de finale te geraken. Ja, en wat mogen we van Oostende verwachten tegen Molenbeek? Ja, op zich, ze spelen eerst weer thuis. Hè? Dan de volgende wedstrijd, als ze door... Ja, doorgaan, dan is het OHL of Antwerpen. Maar het is wel een enorm voordeel als we thuis aan de kust kunnen spelen tegen RWDM. Ja, als we kijken naar alle resultaten die er geweest zijn en de wedstrijden die er nu aankomen, wie is voor jou de absolute favoriet? Oh, als ik het nu zie, de affiches in de kwartfinale en mogelijk in de halve finale aan de rechterzijde van de tabel, dan denk ik dat Antwerpen toch wel een grote kans heeft om sowieso in de finale te komen. En dan voor de andere kant is het met Gent, Brugge, Union, Anderlecht echt wel koffiedik kijken en zal het heel dicht bij elkaar liggen. Ja, ze zouden dus hun titel kunnen, ja, verlengen in die beker. Belangrijk ook is dat we aan de ene kant een halve finale krijgen die sowieso van topniveau zal zijn. Vier topploegen aan de linkerkant, ja, dat belooft voor die halve finales. Zeker en vast. Het gaat een heel mooie affiches worden. En de laatste jaren zie je toch wel dat de topclubs... de beker heel serieus nemen en de laatste vier jaar zijn ook alleen maar topclubs die de beker hebben gewonnen. Dus de kans is groot dat het dit jaar weer zo zal zijn. Ja, ik geef nog even mee dat die kwartfinale 16, 17 of 18 januari wordt afgewerkt. De exacte uren die geven we nog mee op de website van de Pro League. De halve finale, de heenwedstrijd, die is een week later tussen 23 en 25 januari. En dan de terugwedstrijd, die is aan het einde van februari tussen 27 en 29 februari. Dat betekent dat het een schrikkeljaar is. Is me daarnet ook opgevallen. Ik zou zeggen, voor alle info, ga naar de website van de Pro League. En het belangrijkste is, vanavond is er alweer voetbal. Competitievoetbal weliswaar, met Kortrijk, Westerlo, twee ploegen, ja, zonder coach. Westerlo, ja, zonder jou ook. Ja, we zijn dit weekend ontslagen, dus zowel ik als Jonas. Dus ja, het is uitkijken hoe ze het gaan doen. Het is een speciale wedstrijd, omdat ze allebei toch wel in de problemen zitten. En ook, zoals je zegt, zonder hoofdcoach. Dus ik ga zeker met veel interesse kijken. Ja, en dan nog zondag hebben we onder andere KV Mechelen, Club Brugge en opnieuw Anderlecht Standaard. Twee heel interessante affiches. Ja, ze ook Brugge zien of ze het... de positieve tendens kunnen doorzetten. En dan Anderlecht Standaard, maar toch wel intense wedstrijd. Ben ik ook wel benieuwd hoe Standaard nu voor de dag gaat komen. Goed, mooi. Ik zou zeggen dankjewel. Je hebt zelf een waardig gamer, ja, getoond. Bedankt om mijn onschuldige hand te zijn. En aan jullie zou ik zeggen, hou de kanalen van de Pro League in de gaten voor alle informatie omtrent de Crocky Cup. En abonneer je alvast op dit YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.